Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kumo Weld en Technico. I got this feeling inside my bones. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel more like the way we rock it, so don't stop that. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance. En zoals elke avond op tijd is die weer, Rob Jansen met het zijspan. Allemaal een hele goede avond en welkom bij het TT-journaal. En u herkent hem vast al, de voorzitter van het TT-circuit, Arjan Bos. Zo, dat was een hip sprongetje. Ja, het gaat nog goed hoor. Ik ben nog geen 50, dus het gaat wel. Ja. Zit er ergens een heel dik contract in je kontzak? Nee, ik voel even. Er zit wat anders in mijn kontzak. Ik moet even de microfoon te maken. Nee, op dit moment nog niet. We zijn bezig. Puntjes op de i. Ja, en het is ook niet gezegd dat we eruit komen dit weekend. Maar ja, we doen ons best. En ik vind wel, we hebben nu een momentum. Dus we zien elkaar live. Dus het is makkelijk om elkaar in de ogen aan te kijken dan iedere keer mailtjes op en neer te sturen. Dat hebben we de afgelopen periode gedaan. Dus we proberen er nu gewoon uit te komen. Maar we zijn nog niet zover. Vanavond zien we elkaar weer. Gaan we weer een keer praten. Nou ja, we zien wel. Als jij vast naar binnen loopt, dan kom ik zo achter je aan. We praten binnen verder, want het is hier een beetje een herrie. Want er wordt getraind door Walid Soppen. Ga ik nog heel eventjes naar Rob Jansen, want die heeft vanavond ook nog druk. Tot zo. Prima. Ja, Rob Jansen, jij bent vanavond nog druk. Want wat staat er voor jou op het programma? Voor vanavond. Nou, het begint hier al enorm te leven, maar als je in de Assabittenstad komt, daar bruist het ook heel erg. En vanavond is er een heel bijzonder evenement, event moet je tegenwoordig zeggen, sorry. Dat is de TT Night Ride, echt de Drentse term. En daar gaan zo'n dikke 800 motorrijders in een defilé door de binnenstad. Koopmansplein, alles. TT Taxi rijdt voorop met onze festiviteiten wethouder Ruud Wiersma in de bak. En daarachter hebben we een aantal grote namen. Jaap Geerts, Egbert Streuer, Leendert Valentino Poortenaar. Ze zijn er allemaal bij. Dus mensen, naar de binnenstad. 7:30 vertrekken we bij de Bontewever. Nou, dat is een goede teaser. Dat kan die man, die Rob Jansen. Ja, wij hebben dus Arjan Bos vanavond te gast. En er zijn er twee mannen die wat over hem kunnen zeggen natuurlijk. Ik denk Mr. TT Jaap Timmer weet al wat over hem. En Jos Vaas is een voorganger als voorzitter. Ja, hij heeft visie. Hij durft, hij calculeert, maar wat hij ook is, hij is een diplomaat, hij kan mensen aansturen, is goed in overleg met de overheden, is goed in overleg met Doorn, ik hoor alleen maar positieve geluiden daarover. Dus ik denk dat Arjan de juiste man op de juiste plek is. Een veelzijdig bestuurder, hij heeft veel interesse, zakelijk natuurlijk in de verzekeringsbranche, maar ook daarbuiten, hij weet veel van de autobranche ook. En daarnaast wat de sport betreft, ja, hij is al met zijn team bekend geworden uit het wielrennen en het schaatsen. En de laatste jaren natuurlijk. En ik moet zeggen, dat doet hij met veel enthousiasme. Ook voor de motorsport en in het bijzonder de TT. Ik kwam nogal dominant op de voorgrond. Dat was ook niet goed. En hij is misschien iets te teruggetrokken, te rustig. Maar aan de andere kant heeft dat ook zijn voordelen. Als Arjan zo door blijft gaan, hoop ik dat hij nog lang hier blijft. Want toen hij het van mij overnam, toen zei hij, oh Jos, 7-8 jaar. En gelukkig is dat nu al langer en nu blijft hij. En dat is prima voor de TT. Ja, Arjan Bos heeft bij zijn aanstelling dus gezegd, 7,5 jaar, dan ben ik misschien wel weg. 7-8 jaar, zei hij. Arjan, je staat er nog steeds. Ja, nu weer 7,5 jaar voorzitter en meer dan 15 jaar in bestuur. Maar dat zijn we gewend, hè. Bij de TT van Assen zijn de bestuursleden vaak heel lang in functie. Maar ik heb het gewoon hartstikke naar mijn zin. Het is een prachtige nevenfunctie. We hebben een hartstikke leuk bestuur. Eigenlijk bestaande uit vrienden. En ik moet eerlijk zeggen, het gaat ook gewoon hartstikke lekker. Alles zit mee. We zitten in een hele positieve flow. Er is veel dynamiek.
En we hebben er gewoon lol aan, dus ja, dan ga je nog even door. Dus we kunnen noteren dat je nog wel een paar jaar blijft? Nou, wat nu heel belangrijk is, we zijn met heel veel dingen bezig. Waarbij we zeggen, goh, de komende 5 tot 10 jaar is weer gegarandeerd. We willen dat Dorna-contract tot en met 2026 hebben. Dat de MotoGP de Grand Prix verzilverd, of in ieder geval verzekerd blijft van Assen. We zijn met een nieuw cateringcontract bezig voor 5 jaar. We gaan investeringen doen de komende 5 jaar van 16 miljoen euro. De zonnepanelen is afgerond, de Tunnel of Fame is afgerond. We hebben de beslissing genomen naar de zondag te gaan en dat is ook een groot succes gebleken. Dus ja, het zit allemaal mee. En op de lange baan staat het er ook goed bij. We zijn een heel gezond circuit. Dus dan is het ook leuk om dat aan te mogen voeren. Toen wij elkaar de laatste keer tijdens een persconferentie spraken, hoorde ik je zeggen, ja, misschien moeten we hier en daar ook nog een beetje aan het circuit sleutelen. Nou, dat kwam een beetje. Kijk, Max Verstappen in de Formule 1 is natuurlijk ontzettend... ja, hot om het zo maar te zeggen. En als de maatschappelijke druk in Nederland gaat komen van jongens, zouden wij ons als Nederland niet een keer erachter moeten gaan zetten om een Formule 1 wedstrijd in Nederland te gaan halen. Nou, dan zou ook heel snel de gedachte kunnen zijn van of Zandvoort of Assen. Dat zijn maar 2 circuits. Nou, en dan denk ik dat met alles wat hier staat, dat Assen een enorme pre is. En dat wij een keer de vraag kunnen verwachten, goh, Assen, zouden jullie er klaar voor kunnen zijn en zouden jullie dat überhaupt willen? En? Ja, ik denk overigens in eerste instantie dat Zandvoort is natuurlijk het oude circuit. Wij zijn als Assen het motorcircuit. Maar dit circuit is zoveel geïnvesteerd en is uitermate geschikt om dit soort dingen te kunnen doen. Dat hebben we in het verleden ook bewezen met autowedstrijden. Met de Champ Cars, met de A1 League, noem maar op. Dan zullen er wel wat aanpassingen moeten komen. Het circuit zal hier daar wat breder moeten, dat het inhalen wat makkelijker gaat met de auto's. Maar mocht die vraag komen, dan zullen we zeker niet negatief zijn. En dan zullen we zeker zeggen van wij zijn daar klaar voor en we gaan er alles aan doen. Je klinkt enthousiast. Ja, we hebben het daar ook binnen het bestuur gewoon over gehad. Omdat je, denk ik, alert moet zijn op wat leeft. En als Max Verstappen de komende 5 tot 10 jaar in die top mee gaat draaien, en de man is zo uniek, zoveel talent, dan vind ik ook dat je als circuit je ogen niet daarvoor moet sluiten. Maar je kunt toch niet een circuit aanpassen omdat toevallig Max Verstappen nu een paar jaar goed is? Nee, maar je hebt natuurlijk heel veel circuits die hebben en Formule 1 en bijvoorbeeld ook een motorwedstrijd, de MotoGP. Dus de combinatie is mogelijk. En natuurlijk moet je het unieke karakter van Assen zoveel mogelijk in stand laten. Dat willen we natuurlijk ook, maar goed. Als het kan, dan zijn we daar zeker voor in. Maar we gaan ons nu niet warm lopen langs de zijlijn of wat dan ook. Dan vind ik ook echt dat anderen moeten gaan opstaan om te zeggen, wij gaan dat financieel mogelijk maken. En de faciliteiten, die zullen wij kunnen aanbieden. Ik heb het ook aan 2 oude wijze heren gevraagd. Jaap Timmer en Jos Vaassen, moeten we het circuit gaan aanpassen? Je moet aan het circuit niet eeuwig blijven sleutelen. Dat is een gegeven. En dan hoeft dat wat mij betreft niet zo star te zijn als op het eiland Man. Waar men dodelijke ongelukken accepteert als iets wat er gewoon bij hoort. Zover zal ik natuurlijk nooit gaan. Maar dit circuit is een van de veiligste ter wereld. En voordat je daar nu weer wijzigingen aan gaat aanbrengen, moet je toch wel even achter je oren krabben. De motoren worden sneller. De risico's die genomen worden, worden groter. Ik heb onlangs met Peter gesproken over de ingang van het rennerskwartier. Dus als je de pitstraat inkomt, dat ligt op een wat linkpunt, of dat niet, om dat te verplaatsen. En zo blijf je in die ontwikkelingen bezig, een bepaalde bocht. Kijk naar wat in Barcelona gebeurd is, moet zo'n bocht aangepast worden. Die dingen blijven en je zult per jaar een paar miljoen moeten investeren om aan dat soort eisen te voldoen. Wat het circuit betreft meen ik dat een bepaald circuit ook een bepaalde uitstraling heeft en ook een uitdaging moet hebben en moet blijven houden. Wat de veiligheid betreft wordt er altijd maar gedacht aan veranderingen van het circuit. Dat kost heel veel geld. Is mijn idee, naar mijn idee ook niet nodig als je ook eens kijkt naar de motorfietsen. Want wie zit er nu op de openbare weg te wachten op motorfietsen met 240, 250 pk? Bovendien, het garandeert geen mooie strijd. Wat de mensen willen zien, dat is een tweestrijd. Denk maar aan vorig jaar het gevecht hier in de laatste bocht tussen Rossi en Marquez. Met andere woorden, de internationale motorsportwereld zou zich daar ook wel eens op kunnen richten, dan heb je minder inspanningen voor je circuit nodig. Toen wij de Noordlus eruit haalden, dat de rijders op hun achterste benen stonden, van het mooie van het circuit is weg, nou, er stonden heel weinig mensen. De nieuwe rijders weten niet eens dat er een Noordlus geweest is. Als je 10 coureurs vraagt, krijg je 12 meningen. Dus natuurlijk moet je naar ze luisteren, daar ben ik ook helemaal voor. Maar zij weten vaak niet wat een verandering kost.
Je moet het dus allemaal een beetje met elkaar in balans houden. Maar één illusie kan ik de mensen ontnemen. Een 100% veilig circuit kan met deze sport natuurlijk nooit bestaan. Ja, dat was nog voordat we het enthousiasme van Arjan Bos kenden over de Formule 1 mogelijk. Eigenlijk zeggen de mannen, of zegt Jaap Timmer vooral, een circuit moet je laten zoals hij is. Voor een groot deel veiligheid staat voorop. Dat staat buiten kijf. Maar laat het. Het moet ook een uitdaging blijven. Ga niet alles stylen, zou ik maar zeggen. En helemaal smooth maken. Ja, nou, ik ben het met Jaap eens. Jaap en ik zijn het überhaupt vaak met elkaar eens, dus dat is mooi. Nee, tenzij de veiligheid het vereist om het aan te passen, dan heb je toch een heel moeilijk verhaal. Want als Doornar en de rijders zeggen het moet wat verlegd worden, heb je weinig keus. Dan heb je het vaak maar. Nee, heb je eigenlijk gewoon niks te zeggen. Dat hebben we al een paar keer meegemaakt. Kijk, in het verleden hebben we natuurlijk de Noordlus een stuk verkleind. Daarvan zegt Rossi nog steeds van, goh, zonde, want dat was uniek voor dit circuit. Jos Vaassen zegt inmiddels, de rijders van nu weten dat niet eens meer, dus nee, die klagen. Nee, de rijders van nu weten dat niet. Rossi gaat natuurlijk al wat langer mee. En heel eerlijk, kijk, het is nu zo'n 4,5 kilometer. Toen was het ruim 6, iets van 6,5 daaromtrent. Je ziet ze nu wel veel vaker voorbij komen. En het publiek, dat is voor ons toch waar het om draait. Samen met de vrijwilligers, publiek en vrijwilligers, dat is voor mij zeg maar core business. Want zonder hen kunnen we dit circuit niet draaien. En nou ja, dat publiek is er heel blij mee geweest. Maar normaliter zeg ik, niet sleutelen aan een circuit, per definitie. Dat is duidelijk. Plannen voor de toekomst. 16 miljoen gaat er geïnvesteerd worden in het circuit. Een van die plannen, en daar hebben we ook even wat beelden van, is dat de Geert Timmert bocht, de tribune daarboven, doorgetrokken wordt richting de Winterdijk. Hoe zit dat precies? Ja, we gaan nieuwe permanente tribunes bouwen. Ik zei net al, publiek is voor ons echt nummer 1. En we willen het zitcomfort gaan verhogen voor het publiek. Dus we gaan een aantal miljoenen investeren in een beter zitcomfort, mooie tribunes. En we gaan ze inderdaad ophogen, zodat ze zelf de hoogte krijgen als inderdaad de hoofdtribune en de Geert Timmert tribune aan weerskanten. Is dat voor de veiligheid, dat een rijder daar ook onderdoor kan glijden? Nee, is niet voor de veiligheid. Dit is meer esthetisch, dat we zeiden van dat vinden we gewoon mooi. Oh, oké. Okay. Ja. Dus, en wat gaat er verder nog gebeuren? Want dat is een grote hap uit budget, dat is de eerste stap al? Ja, dat is een hele grote hap. Er moet een keer een nieuwe deklaag op, nieuwe curbstones. De gehandicaptenvoorzieningen kunnen echt beter. Veel meer toiletvoorzieningen. En heel belangrijk, we willen naar mooie grote amusementspleinen. Waarbij de mensen na afloop lekker blijven hangen. Muziek, vertier, winkeltjes, shops, alles erop en eraan. Zodat je ook de afvoer wat geleidelijker krijgt van de mensen. En daardoor misschien ook wat minder kans op files. Okay, dus dat soort dingen willen we ook doen. Digitale bewegwijzering. Het is een heel breed pakket. En de eerste 8 miljoen, daar gaan we nu de komende 2-3 jaar mee beginnen. En dan komt deel 2. Zijn we niet meer zo bij als Assen? We stonden altijd voorop, hè, met de lucht. Ja. Nee, we zijn nog steeds top. En men spreekt ook nog steeds met heel veel respect over de kathedraal. En dat is ook traditie. Maar we hebben ook gezegd, er worden in de wereld, in de opkomende economieën, worden overal nieuwe circuits neergelegd. Qatar, noem maar op, met vaak onbeperkte middelen. En daar zullen wij in dat internationale geweld in mee moeten. Dus wij blijven investeren. En ik moet ook eerlijk zeggen, de keuzes die we in het verleden hebben gemaakt, maken het ook mogelijk dat we kunnen investeren. Dus we hebben maar één doel als bestuur. Dat is de MotoGP houden in Nederland, zolang als het kan. Nou, en dat is onze opdracht. En dat wil ik nog tientallen jaren doen. Want er zit nog wel wat vet op de ribben van het circuit. Er zit vet op de ribben. Wij kunnen investeren. We hebben het vorige investeringsprogramma van maar liefst 47 miljoen euro bijna helemaal afgelost. Het deel wat we er zelf in hadden gestopt en geleend. Dus we kunnen weer opnieuw gaan investeren. Ja, we praten straks even verder over de toekomst en natuurlijk over de zondag dit jaar voor het eerst. Maar we gaan nog heel eventjes terug naar gisteren. Want de grote mannen moesten aantreden voor de traditionele persconferentie. Het is eigenlijk traditie dat Rossi op zich laat wachten tijdens de persconferentie. Maar deze keer was hij op tijd. En dat zegt misschien wel wat over hoe gretig de 37-jarige Italiaan is. Wilco Zeelenberg neemt na dit seizoen afscheid van Lorenzo als teammanager, de nummer 2 in de tussenstand van de MotoGP. En Marc Marquez is na 7 wedstrijden de trotse leider. Maar de top 3 staat dicht bij elkaar. My biggest worry before to start the season was these fair races, especially Mugello Montmeló, and we finished second both races, so happy with the results. And now we will see here in Assen because it's a better circuit for me than the other ones. But also Valentino is very very fast here, and that's it. We will try to start well, check the forecast. That sure here will be some practice in rain conditions and try to adapt. As we can.
Lorenzo heeft gemengde gevoelens bij Assen. De afgelopen 5 jaar haalde hij 3 keer het podium en alleen in 2010 wist hij te winnen. Assen blijft door het weer onvoorspelbaar. Yeah, of course, when you are with slicks and misconditions with patches of water, it's not a easy situation for the rider, no? Especially with these bikes so powerful and so heavy, it's not a good feeling. But you know, if this happens, we have to manage in the best way that we can do. Last year in Misano, we've been competitive till the crash. So obviously we hope that the race is will be on dry or on wet, but if it is in mixed condition, we have to manage in the best way possible. No, can change 3-4 times just in one day, and also like you said in the practice is you have always to be ready for all the condition. And also this year is a little bit strange because it's the first time that we race on Sunday, and so we hope that on Sunday have a good weather. But it's important to try all the conditions also during the practice. Rossi is de nummer 3 in de strijd om het WK en heeft maar een achterstand van 22 punten op Marquez. En Assen en Rossi blijft een gouden combinatie. Last year was one of the best weekend for me, because at the end I was able to win after a hard battle with Mark, but also during all the weekend I was stronger. I starting from the pole position, so was good. But you know, this year is different. We arrive especially with the different tires to understand. So we have to be strong from the beginning, and try to understand our potential. Usually the Michelin tires here in Assen were strong, were fast in the past. So we hope that our bike is in a good shape and make the tire work well. The small details, all the work during the weekend can make the difference for Sunday. Ja, en die grote namen zouden zich even later ook presenteren bij de pitwalk voor de handtekeningenjagers. Maar één naam ontbrak. Zal ik mijn handtekening zetten dan? Nou nee, ik wil een paar van Valentino Rossi hebben. Gaat hij nog komen? Ik weet het niet, geen idee. Ik hoor net van hem die hierachter staat dat hij niet meer komt. Dan vind ik dat een slechte zaak. Ja, staan we dan? Zo lang te wachten. Denk ik, nou ja, misschien lukt het, maar helaas van afstand alleen maar. We hebben hem in ieder geval gezien. Ja, wij zijn hier al vanaf half 4. Vanaf 14:15. Sta je hier al te wachten? Vanaf 14:15. Ja. Dan moet ik komen, niet handtekenen. Nee. We staan vooraan, dus ik hoop dat we alle rechten hebben om handtekenen. Nee. Mooi kloten. Ik blijf sowieso fan. Fan ben je en dat blijf je. Dat is niet zo moeilijk, al zoveel jaren. Dus dat maakt niet uit. Maar het is wel teleurstellend. Het is de derde keer dat we het proberen. En ja, eerst was hij geblesseerd met een beenbreuk. Een keer zelf om persoonlijke reden niet. Dus nu dachten we, nou 3 keer een scheepsrecht, maar helaas. They got me instead. Unlucky for them, but they got me instead. But yeah, it's nice to see the enthusiasm of the Dutch fans, you know, before the TT. And hopefully we can put on a good show for them this weekend. Handtekening van de tweede keus, denk ik, hè? Ja, dat wil ik wel. Maar je wilde thuiskomen met een handtekening? Tuurlijk, dat is altijd wel mooi. Je kan tegen niemand zeggen dat dit een Rossi is, alhoewel. Ja, het ziet eruit. Maakt niet uit, je kan niet het verschil zien, hè? Nee. Ja, Arjan Bos, Valentino Rossi ontbreekt bij de pitwalk. Allemaal mensen die vanaf 14:30 in de brandende zon stonden, want het was gisteren vies warm. Wat vind je ervan? Ja, nou eigenlijk maar één mening. Los daarvan dat ik niet weet of het op dat moment iets dringends was of iets spoedeisends, dat hij een goede reden heeft om niet eigenlijk te verschijnen. Trouwens, hij verscheen ook niet bij de Tunnel of Fame, bij de opening. Ik vind heel simpel dat iemand die een sport draagt, dat hij zich altijd sympathiek moet gedragen en ook het voorbeeldgedrag moet tonen. En ik vind dit gewoon onsympathiek gedrag. En dat zie je soms bij andere toppers ook. Hè. We hebben ook het Europees kampioenschap voetbal. En dan zie je dat Ronaldo uit teleurstelling dat shirtje niet wil wisselen. Dat komt gewoon niet goed over. En ik vind
mensen in die positie, die moeten daar op bedacht zijn dat dat niet goed overkomt, onsympathiek is en naar die fans waar je van afhankelijk bent in de sport. En dan zijn die fans er en dan ben je aaibaar en dan zien ze je gezicht een keer niet achter een helm. Ah, dan denk ik dat je er gewoon even een tijd moet gaan staan, handtekeningen moet uitdelen en op de foto moet gaan met mensen. Dus ik vind het heel normaal. Laat het circuit iets van zich horen? Ja, wij gaan er eigenlijk niet over. Het is met Dorna. En wat ik wel eens deed bij het TVM in mijn functie met de wielerploegen, met de schaatsploeg. Sporters worden vaak betaald voor de prestaties. En ik ben eigenlijk ook een voorstander dat ze deel van hun contract ook betaald worden voor public relations, voor PR-activiteiten. En dat als ze dit soort dingen dus niet goed doen, dat je gewoon een deel op het salaris inhoudt als sponsor. Omdat je zegt, ja, weet je, je visitekaartje die je namens ons bent, dat draag je op dat moment niet goed uit. Maar goed, het is heel lastig. Het is een hele grote. En ja, die zijn onvoorspelbaar en doen toch een beetje waar ze zelf zin in hebben. Maar het staat in contrast met de sympathieke man zoals die altijd overkomt. En ik had het niet van me verwacht. Vind het jammer. Nee. Hij heeft het vanmiddag enigszins goed gemaakt, want hij heeft nog wat handtekeningen uitgedeeld. Dan is het tijd voor de eerste vrije trainingen van vandaag. We gaan eerst kijken naar de Moto3-klasse, waar dit seizoen de Zuid-Afrikaan Brad Binder de man is. Maar kan hij het ook in Assen, Niels Dijkhuizen? Bo Bensnijder dus, 11e, Livio Loi 4e. En dat zorgde natuurlijk voor lachende gezichten. Ja, kijk, we hebben een goede training achter de rug. Twee goede trainingen eigenlijk. En dat is toch wel de stap die dat we nodig hadden op de eerste dag al zeker. Voor zo te beginnen is gewoon super. En dat geeft een mooi gevoel, een fijn gevoel voor het rest van het weekend natuurlijk. Ja, het was een goede dag. We hebben in het midden van de sessie een nieuwe bandronde gestoken. En eigenlijk tot het einde van de sessie ermee gedaan. Dus geen nieuw bandje wat de rest wel deed. Dus, en dan nog 11 staan. En heel de sessie eigenlijk 1, 2 en 3 gestaan. Dus we kunnen zeker niet klagen. En van de Moto 3 gaan we naar de Moto 2. Alex Rins, de Spanjaard, is daar de leider. Wat heeft hij vandaag gedaan? Niels Dijkhuizen. En dan is het tijd voor de kanonnen van de MotoGP. We weten, dit is het circuit van Rossi. Ook Marc Marquez is een liefhebber en Lorenzo vindt het altijd maar moeilijk in Assen. Ik ben benieuwd hoe het vandaag af is gelopen in de vrije training. En wat is het mooier om nu te vertellen dat Wally Soppe net binnen is in de Red Bull Rookies Cup. En hij heeft al een kwalificatietraining achter de rug. En hij heeft de tweede tijd gereden. Dus hij mag morgen vanaf plek 2 starten in de wedstrijd. Mooi nieuws, Arjan Bos. Heel blij mee. Dat zijn een van die talenten waar we het moeten hebben in de toekomst. Dus wat mij betreft een heel mooi resultaat. Bijzonder mannetje, hè? Ja, een heel bijzonder mannetje. Een beetje gek in de kop, maar dat mag ik wel. Ja, ja. Wij willen nog eventjes praten natuurlijk over vandaag. Want vandaag is het eigenlijk in TT-leven pas donderdag, hè? Als je het vergelijkt met andere edities, is het nu donderdag. En als je duidt op de bezoekersaantallen, ja, die waren vandaag erg goed. Vorig jaar op de donderdag 10.000 mensen. En nu, ja, naar alle waarschijnlijkheid minimaal 16.500 toeschouwers. Dus beduidend meer. Valt je dat verschil mee? Of had je stiekem gehoopt dat er hier een stuk of 30, 40 zouden zitten? Nou, dat hoop ik morgen. Maar voor de eerste dag zijn we zeer tevreden. En ik weet nu al, ook in de verkochte kaarten die we al hebben verkocht, dat aantal enorm zullen zijn. Dus daar kan het niet verkeerd gaan. Weet je toevallig wat je vorig jaar had op de kwalificatietrainingsdag? Niet uit mijn hoofd. Nee, durf ik niet te zeggen. Maar daar moet het gebeuren, hè? Want op de zondag kan het iets drukker worden. Maar de zaterdag moet het klappen. Maar er zijn ook wel. Kijk, vorig jaar hadden we 1000 passepartoutkaarten verkocht. Dit jaar 10.500. Dus ook daar heb je al de verschillen in zitten. Dus de mensen die komen gewoon 2-3 dagen na dit evenement nu. Maar ook de losse verkoop vooraf. Dus naast de tribuneplaatsen die nog nooit zo snel verkocht waren. Ook de taluutplaatsen die vliegen echt de deur uit. Dus wij hebben echt een scenario liggen en zelfs bordjes klaargemaakt met uitverkocht erop. Echt waar? Waar liggen die? En bij Peter Oosterbaan, de directeur op de kamer. Heeft hij ze getypt en geschilderd? Nee, grote stickers. Maar dat hebben we al heel lang niet meer gehad. He, in ieder geval de kans daarop. Dus de voorverkoop gaat echt denderend. Daar zijn we heel blij mee. Maar weet je het moment van ingrijpen? Heb je dat al besloten met elkaar? Nou ja, op een duur zeg je zoveel kaarten vinden we nog dat we in de vrije verkoop kunnen gooien bij de kassa's.
Dat wordt nu gemaximeerd. En dan zeggen we, ja, dan kunnen we ook nog steeds instaan voor de veiligheid. Ook op de taluds, hè, want daar gaat het dan uiteindelijk om. Maar dan is het gewoon op. Ja, we hebben nog eventjes met Jaap Timmer en Jos Vaassen over de toekomst gepraat. Laten we eerst eens even gaan luisteren naar Jos Vaassen. Want waar moet Arjan Bos zich in de toekomst vooral voor inzetten op dit circuit? Dit kost veel onderhoud, kost veel tijd. En milieu is daar een belangrijk aspect van. Als je daar in discussie raakt, waardoor je verder moet beperken, is het de vraag of je zo'n circuit financieel kunt handhaven. En ik denk dat daar de grote uitdaging voor de komende jaren ligt. Het milieu wordt de grote uitdaging voor de komende jaren, zegt Jos Vaassen. Je hebt een prachtig circuit, maar we moeten er wel wat mee blijven kunnen doen, want anders heb je niet zoveel aan zo'n circuit. Nou zijn de geluidsdagen, hè? Dat is allemaal gelimiteerd. Je kunt niet onbeperkt herrie maken hier. Zit daar nog rek in? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. We hebben nu 12 dagen. Daar zijn we nu content mee. Maar wat het zo straks over de Formule 1. Onze dagen zitten gewoon vol. De echte geluidsdagen dat je onbeperkt herrie mag maken. Dus dan zouden we afscheid moeten nemen van een evenement. Dat doen we liever ook niet, want alle evenementen die we hier hebben, die koesteren we. En die hebben we al heel lang. Dus ja, die 12, dat mag best meer worden. Maar ja, op dit moment hebben we er genoeg aan. Maken jullie daar sterk voor? Wordt daar gelobbyd op de achtergrond? Nee, dat ligt nu allemaal vast in convenanten en wetgeving. Daar kun je niet zoveel mee doen. Milieu is altijd wel een hot item geweest. En zeker in de periode dat Jos voorzitter was, hebben we daar heel hard aan moeten werken. En heeft het ons ook heel veel geld gekost om het allemaal voor elkaar te boksen. Dus zijn opmerking kan ik dan ook heel goed plaatsen. Maar ik moet wel zeggen, de contacten die we onderhouden met iedereen die met milieu te maken heeft. Ook met gemeente, provincie en andere clubs. Dat gaat gewoon goed. Je moet alert blijven, want het kan inderdaad een potentieel gevaar zijn voor de toekomst. Maar op dit moment zijn de verhoudingen echt goed te noemen. Laten we eens even gaan kijken waar Jaap Timmer zich zorgen over maakt. Wat kan het circuit nog beter doen in de toekomst? Wij moeten met elkaar, de KNV voorop, de Nederlanders helpen om weer op topniveau mee te doen. Doen we dat genoeg? Ja, het kan altijd meer. Je ziet het wel. Nogmaals, Bo Bensnijder is onze grote man. Ik denk altijd met plezier nog terug aan de dagen van Wil Hartogeco. Dat ook een Nederlander een Moto Grand Prix, toen heette dat 500, kon winnen. En er zijn allerlei argumenten te bedenken waarom het niet kan. Ik denk dat wij ons moeten focussen op de argumenten waarom het wel zou kunnen. En het TT-circuit heeft daar een verantwoordelijkheid in? Mede, in elk geval. Het TT-circuit heeft een verantwoordelijkheid in om de Nederlanders goed te maken. En jullie profiteren er ook van als ze goed zijn. Want het TT is de helft van de jaaromzet van het TT-circuit volgens mij. Dus geef maar eens een beetje gas om die Nederlanders een beetje hoger op te krijgen. Nou, Jaap heeft zeker een punt dat jonge talenten brengen, dat is heel belangrijk. En natuurlijk als de Nederlanders in de top meedraaien, daar hebben wij als circuit heel veel profijt van. Daarom hebben wij ook een paar jaar geleden de junior track aangelegd om in ieder geval de jeugd ook... Ja, zeg maar mee te kunnen laten draaien op een circuit en wat dat is. En om ook talenten voor te brengen. Alleen vaak kost het daarnaast ook ontzettend veel geld. En in deze sport zijn er niet heel veel sponsoren die enorme bedragen ter beschikking stellen. Maar is het jullie verantwoordelijkheid als circuit? Nou, daar kom ik nu op. Ik vind dat niet onze verantwoordelijkheid. Wij zijn een faciliterend bedrijf. En wij kunnen niet in ieder talent en achter een heel talentenprogramma gaan staan om geld erin in te investeren. Daar zijn andere mensen voor nodig. En niet een TT-circuit. Dus daar deel ik zijn mening niet. Duidelijk. Bedankt tot zover. We zien je straks nog heel even in het zijspan zitten. Wij gaan nog eventjes heel snel naar de prijsvraag. De prijsvraag neemt u mee terug naar de TT van 1954. De vraag van gisteren was hoe lang de 500cc ongeveer over een ronde deed. Een ronde in 5 minuten 49 seconden. Een gemiddelde van meer dan 169 km per uur. B was dus het goede antwoord. Onder in beeld ziet u of u kaart heeft gewonnen voor de TT van aanstaande zondag. Dan de vraag van vandaag. Door wie werd de koningsklasse de 500cc in 1954 gewonnen? Was dat A. Werner Haas, B. Fergus Anderson of C. Jeff Duke? Mail uw antwoord naar prijsvraagtt@rtvdrenthe.nl. En wie weet bent u er zondag bij tijdens de 86e Dutch TT. Ja, en tot zover het TT-journaal. We hebben heel snel gerend om Arjan Bos weer terug in het zijspan te krijgen. Arjan, ik wens je een hele fijne TT en we spreken elkaar hopelijk zondag met hele hoge cijfers. Ik hoop het ook. Veel plezier ook. Dankjewel, hè.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kumo Welt en Technico.